daar Hoe zijn gaan we. we? Dan gaan we even naar YouTube voor op de groep. Precies, daar is hij. Hier zou ik eigenlijk wel een betere manier moeten verzinnen, dat ik dit van tevoren zou kunnen doen. Wij hebben meestal bij About Books zo'n ding in beeld, een filmpje in beeld. Kijk, daar komen wel de reacties al binnen. Hi Jozef. Jozef is eigenlijk tot op heden eigenlijk elke keer bij geweest. Dus dat is altijd goed om te weten dat we niet alleen zijn. Precies zo. Precies, daar is de groep. Let's go. Okay. Mijn computer doet raar. Altijd, maakt niet uit. Maar ondertussen dat ik doe, misschien kan jij wat over jezelf vertellen? Ja, tuurlijk. Mijn naam is Kelly van der Laan. Ik woon in Nootdorp bij Den Haag. Oorspronkelijk geboren in Horen aan het IJsselmeer. Ik werk in het dagelijks leven als, als ICT'er. En stiekem vandaag ook. Vertel niet aan mijn baas. En hiernaast schrijf ik ook boeken. Ik heb 5 boeken uitgebracht. Een aantal korte verhalen in bundels gepubliceerd. Welke boeken hebben we? Ik heb ze maar meteen bijgepakt, uiteraard. Deze 3: Stof en Schitteringen, Bloed en Scherven en Talent en Kristal. Dat is een trilogie, die is afgerond. Dus zit in dezelfde wereld heb ik Vuur en Vergankelijkheid nog. Die speelt 70 jaar eerder. En dat zijn mijn eerste 4 boeken. En Verloren Zielen, dat is een korte verhalenbundel. En dat zijn verhalen eigenlijk die ik af en aan voor wedstrijden heb geschreven voor de afgelopen jaren. Want terwijl je grote boeken aan het schrijven bent, is het soms ook wel leuk om er even te spelen met de kleine verhalen en even als je een ideetje hebt om het daarin te gooien. En die heb ik uiteindelijk gebundeld in 2020, net voordat de pandemie uitbrak. Het is echt begin februari en 1 beurs kunnen doen en toen ging alles plat uiteraard. Maar hopelijk heeft het mensen een beetje door de pandemie heen geholpen. Korte verhalen lezen. Past wel. Nou, verder dagelijks leven. Ik ben getrouwd, ik heb een hond. Ik hou van glitters en regenbogen en gitaarmuziek en puppy's. Dus dat. Dat klinkt eigenlijk heel erg goed waar je van houdt. Het klinkt als een gelukspakketje, zo van happiness, alsjeblieft. Daar hou ik van, daar hou ik van. Super. Jozef zegt nog alleen woensdag lastig kiezen tussen About Books en hier. Nou, blijkbaar ben je hier, dus daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja, daarom is het vrijdag, hè? Dan kan je me 2 keer zien, Jozef. Zien we elkaar 2. Precies. En dat is het voordeel dat we het altijd terug kunnen kijken als je het dan toch ergens moet missen door werk of kinderen. Dan kijk je het later terug. Precies, precies. Dus. Ik moet toegeven, en dat moet ik alweer, ik heb nog geen boek voor je gelezen. Ja, maakt niet uit, daar kunnen we wat aan doen, toch? Zeker, ik moet zeggen, fantasy, dat lees ik wel, maar je bent ook science fiction. En dat heb ik eigenlijk volgens mij bij mijn weten nog nooit echt gelezen. Hoe ben je eigenlijk in de genre gerold? Ik heb altijd alles gelezen. Eigenlijk al vanaf jongs af aan. Alles wat los en vast zat. Ook vrij veel fantasy. En science fiction, dat is daar het broertje van. Het lijkt eigenlijk allemaal op elkaar. Als je kijkt naar Star Wars, is technisch gezien eigenlijk ook fantasy. Alleen is het in de ruimte. That's it. Ze hebben gewoon magie en zo allemaal. Dus uiteindelijk, als je Lord of the Rings qua verhaalidee naast elkaar legt met Star Wars. De hele Hero's Journey, het is eigenlijk precies hetzelfde. Als je teruggaat naar echt het basisniveau. Ik vind het gewoon leuk om te dromen over wat er mogelijk zou zijn als. Weet je, als ik realiteit wil, dan ga ik wel naar buiten. Dus ik merk het als ik verhalen schrijf. Ik heb wel echt een gewoon verhalen in deze wereld geschreven. Maar ik vind het leuk om dat magische elementje erin te stoppen.
En of dat nou wetenschap is of magie, dat maakt niet zoveel uit. Want wetenschap is ook gewoon magie die we nog niet snappen. Hè? Ja, dat Magie is vind ik wel een wetenschap hele die we mooie snappen. uitspraak. Ja, toch? Dus Ja. ik vind met fantasy vind ik het leuk om het wat moderner te houden. Dus waarin ze dus wel gewoon auto's hebben, maar ook magie. Weet je, dat vind ik leuk. Want de zwaarden en de ridders en de draken en dergelijke. Ik heb het inmiddels allemaal wel gelezen. Dus ik vind het leuk om iets te schrijven dan. Ja, dat klinkt echt super snof of zo. Maar weet je, alle grote namen en dergelijke. Ik heb het al gezien. Ik heb het al gedaan zien worden. Dus ik wil wat anders doen. Dus dan wil je rebels zijn en dan schrijf je iets heel anders. Maar eigenlijk ook hetzelfde als je diep in kijkt. Ja, maar is dat eigenlijk nog wel mogelijk om nog iets nieuws te verzinnen? Ik lees Tuurlijk. zoveel en soms denk ik van, ik geloof dat er niet echt mogelijk is om nog iets echt nieuws uit te vinden. Ja, kijk, het basisverhaal is altijd hetzelfde, hè? Het is mens tegen de wereld, mensen tegen elkaar, hè? De twee geliefden die bij elkaar komen, die dat niet kunnen, et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal basisverhalen. Een gat met draken, laat Kokkie het maar niet horen, zegt Jozef. Ha, dat weet Kokkie hoor. Daar hebben we het al regelmatig over gehad. En wat dat betreft is, ik heb het toen tegen haar gezegd, toen haar Drakenstiler-serie uitkwam, van jij maakt het wel weer fris voor wat het waard is. Alleen het is niet iets waar ik persoonlijk naartoe zou grijpen om op te pakken van wauw, er staat een draak op de voorkant. Dat heb ik dan met een spaceship misschien dan nog iets meer. Omdat daar gewoon nog minder over verteld is. Ja. Want als je mensen op een planeet neerzet. De natuurwetten kunnen er anders zijn. Ik heb ooit een hele gave serie gelezen van C.S. Friedman. Dat is de Cold Fire Trilogy. En dat was eigenlijk, je had eigenlijk, technisch gezien was het science fiction. Want het ging over dat mensen, weet ik veel, 500 jaar geleden op een planeet zijn gaan zitten. Alleen die planeet die heeft een soort natuurkracht die op basis van wat jij denkt of gelooft, dat die dingen waar maakt. Dus mensen hadden nachtmerries en dan stonden hun nachtmerrie ineens voor zich. Dat was een natuurding daar. Hè? Dat een soort. Dus iemand had zoiets van: oké, hoe kunnen we daar dan omheen? We kunnen er dan voor zorgen dat je niet 's nachts wordt aangevallen door je grootste nachtmerries, bijvoorbeeld. Dus hij heeft zoiets van: als we met z'n allen heel erg hard in een God gaan geloven, dan wordt hij echt. En die zorgt wel voor ons en dat het allemaal goed komt, et cetera. Technisch gezien, science fiction. Technisch Ja. gezien. Maar het lezen is een fantasyverhaal. Nou ja, hè? Dat. Spelen met die grens, dat vind ik leuk. Interessant. Ja. Ja, nou Het ja, klinkt weet je. trouwens best goed. Dat Het is, is een je best hele goede hoeft serie. niet op je akkoord. Het is. Hij is echt heel erg gaaf. Ik weet niet of hij in het Nederlands vertaald is alleen. Dus dat zou ik even moeten. Oké, is hij wel van origineel Engels? Ja. Nederlandse vertaling. Even kijken. Gewoon echt live opgezocht, mensen. Hoe luxe kunnen we het hebben? Hij is er, ja. Boek 1 heet Kroon der Schaduwen. Oké, okay. Door welke uitgever, als ik vragen mag? Ja, dat is een goeie. Ik heb altijd Oh, goede vragen. Luiting Zeithof. Oké. Maar echt al oud hoor, 2007. Dus misschien dat je hem in de bibliotheek of zo kan vinden. Maar dat is een leuk voorbeeld van een verhaal wat zeg maar op de scheidslijn tussen science fiction en fantasy zit. Oké. En dat hoop ik dan een Okay. beetje ook te doen, maar dan niet zo cool als die boeken natuurlijk. Hey, je weet natuurlijk, misschien zijn jouw ideeën ook wel goed. Ik heb ze dus niet gelezen, dus ik kan eigenlijk geen inhoudelijke vragen erover stellen. Maar hoe ben jij tot jouw verhaal dan gekomen? Wat is er voor jouw gevoel anders dan eventueel andere boeken? Nou ja, of het anders is of niet. Weet ik natuurlijk niet. Kijk, wat ik leuk vond was om een verhaal te vertellen. Ik had ooit echt heel stom, maar ik had een droom. En die droom die was zo cool. Het was echt alsof ik een film aan het kijken was. En ik werd wakker en ik dacht, hier zit een verhaal in. En wat er gebeurde eigenlijk, ik had een beeld van een meisje die een jongen achterna rende. En hij had een kristallen bol bij zich. En die had hij van haar gestolen. En die moest hij terug pakken van hem en zij rende achter hem aan en hij rende een file door met allemaal auto's
Hij zat blijkbaar op ijshockey en hij pakt die bol. En dat is echt, die bol was echt het meest krachtige, speciale ding ter wereld. En hij ging ermee hockeyen tussen die auto's door. En ik had dus wat in mijn droom ook iets van, oh nee, hij laat hem vallen. Hè? Hij gaat ermee hockeyen, hoe kan dat? Dat was de droom. Ik werd later wakker en dat gevoel van, ik moet die bol krijgen. Oh, daar wil ik wat mee. Dus daar ga je dan over nadenken. Hè? Waarom heeft hij dat ding gejat? Wat wil hij ermee? Wat is die bol precies? Waarom wil zij het terugkrijgen? Wat zijn ze van elkaar? Dan ga je daarover nadenken. En daar kwam toen een kort verhaal uit. Dat korte verhaal heb ik toen ingestuurd naar een magazine. Pure Fantasy heette dat. Die zeiden, heb lef, stuur je korte verhaal naar PF. Dat was hun slogan. En ik had tegen mij gezegd, nou, hè, voor mijn 30ste wil ik graag gepubliceerd zijn. Dat was mijn doel. En ik was 29 en ik dacht, fuck it, ik ga insturen. En die is dus gepubliceerd, dat verhaal. Dus ik helemaal, helaas kwam hij wel na mijn 31ste verhaal kwam hij pas uit. Het duurde even voordat hij daadwerkelijk gepubliceerd werd. Maar hey, missie bijna geslaagd. En op basis daarvan ben ik toen mee gaan doen aan verhalenwedstrijden. En kwam ik in contact met Cookie van Dijk van uitgeverij Zilverspoor. Heel manuscript geschreven en aan haar voorgelegd. En we kwamen elkaar tegen bij een verhalenwedstrijd. En daar had ik het heel goed gedaan. Zij stond daar van, nou hè, je kan je verhaal bij me komen pitchen. Dus ik met mijn certificaat naar naartoe. Dat is mijn pitch. Ze zei, oké. En een paar dagen later had ik een contract. Dus dat was echt wel heel erg gaaf. Nou, en toen heb ik inderdaad. Dat verhaal... Hè, sorry? Ik heb gezegd, inderdaad. Dat is gaaf. Oké, ja, dat is echt heel erg cool. Nou ja, en toen op basis daarvan, ik had hem de serie in gedachten als een tweeluik, boek 1 en boek 2. Maar toen boek 1 uit was en we eigenlijk bezig waren met de redactie van boek 2, heb ik samen met Kokkie heb ik het einde veranderd, waardoor boek 3 een plaats heeft gegeven. En dat is nu een afgerond verhaal geworden. En toen later kon ik het niet laten en toen heb ik ook nog een keer een prequel geschreven, want waarom niet? Hè? Jij mag het bepalen hoe je verhaal loopt. Dus als je zegt, nee, het is toch niet te einde, dan moet er wat bij. Dat is de vrijheid van schrijven zijn. Precies, en ook wat vragen van lezers. Het verhaal speelt zich af in een wereld die lijkt op de onze. Daar is 20 jaar geleden een wereldoorlog geweest. En die zijn op dit moment al 20 jaar in wapenstilstand. En eigenlijk aan het einde van boek 1, begin boek 2, leidt die oorlog weer op. En er vroeg op een gegeven moment iemand aan mij van oké, maar hoe is die oorlog destijds begonnen? Toen dacht ik, ja, nee, weet je, op dit moment maakt het niet meer uit. Ze zijn al 100 jaar aan het bakkeleien. Het zijn allebei eikels, allebei de landen, weet je wel. En iedereen die erbij betrokken wordt, is van, gasten, stop nou. Iedereen heeft er last van. Dus het maakt niet uit wie ermee begonnen is. Ze zei, ja, maar jij als schrijver moet dat wel weten. Ik denk, ja, fuck, je hebt eigenlijk gelijk. Dus toen ben ik erover gaan nadenken. En er is toen vuur en vergankelijkheid uitgekomen. Dus, maar toen was ik daarna wel klaar met de wereld. Hoe kan je nou echt klaar zijn met een wereld? Als je er zoveel tijd in hebt doorgebracht, ben je het dan zat? Of heb je zo van, ben het niet zat, maar ik heb gewoon niks meer te vertellen. Dat eigenlijk, op dit punt. Kijk, de personages van de eerste drie boeken, die zijn wel klaar nu. Die hebben zat meegemaakt. Die laat ik voorlopig met rust. Die heb ik genoeg door de mangel gehaald. Maar dat zou betekenen, al iemand anders uit de serie, of uit de wereld, zou nog wel te pakken genomen kunnen worden. Ik heb nog wel wat ideeën, hoor. Ik heb nog wel een paar ideetjes. Wat leuk zou zijn om te beschrijven. Een paar achtergronden en dergelijke. Of een paar... Hoe loopt het nou uiteindelijk af met X, weet je wel? Dat personages die tijdens de serie eigenlijk niet zo erg aan bod zijn gekomen. Omdat het perspectief zit heel krap eigenlijk om maar twee personages op Joy en Circa. Maar er lopen andere mensen rond met hele interessante verhalen. Waar ik super veel tijd in heb gestoken om ze te ontwikkelen. En uiteindelijk zijn ze allemaal in de redactie gesneuveld, omdat ze geen plaats hadden in het verhaal. En dat is echt super jammer. Dus die zijn, ik zal heel eerlijk zijn, er zitten een paar korte verhalen in Verloren Zielen en die spelen zich ook in die serie af. Dus okay. Ja, ik heb het al gedaan. Ik heb al een beetje doorgeschreven. Ik moet zeggen, het is een voordeel en een nadeel als een serie meerdere boeken heeft, want dan hoef je geen afscheid te nemen. Maar het is een nadeel ook van, oh, je moet alles te vinden krijgen en je moet zorgen dat je alles hebt gelezen, want anders voelt het ergens niet compleet. Maar ik vind het echt super fijn
dat er meerdere boeken zijn en dat ik gewoon naar één boek niet, gelukkig geen afscheid moet nemen. Of het nou een fantasy verhaal is of een feel-good boek. Als er meerdere boeken zijn en ik hou van het verhaal, give me more. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nou ja, dat hè. Het is alleen wel aan het einde van, als je meerdere boeken hebt en dan raak je nog meer gehecht aan de personages en dan moet je alsnog stoppen. Dat is alleen maar kutter. Ja. Nemen. Het wordt alleen maar erger, dus. Ja, er zijn boekenseries. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet of je het gevoel herkent. Maar dan ben ik echt zo diep gegaan als ik zo in de wereld. En dan kom ik eruit en ik heb het boek er dichtgeslagen. En dan voel ik me echt zo verdwaasd. En dan heb ik zoiets van, ik wil verder lezen. Maar ik heb geen idee wat ik wil lezen. En niks raakt me dan ook op dat moment. Ik zit zo van, ja, ik kan beter gewoon wat anders gaan doen. Want elk boek wat ik nu lees, dat wordt hem gewoon niet. Heb je gewoon een beetje een kater van je boek, zeg maar. Heb je trouwens met een goede game ook bijvoorbeeld, of goede tv-series. Dan wil je gewoon, ben ik niet alleen. Nee hoor, nee, maar dat is het moment dat je fanfiction gaat lezen en zo, toch? Dus ik wel. Dit gevoel was van veel goed boeken. Ik weet niet of ik het de auteur mag verraden, maar in ieder geval... Doe het maar hoor. Het was de drie boeken van Wendy Brokers. Mm-hmm. Ze heeft twee series met drie boeken. En als ik daar heb gelezen, dan zit ik dus in die boekenkater. Ja, en dat zijn dus veel cool. Maar bij fantasy heb ik het nog niet beleefd. Maar wat nog niet is, kan natuurlijk nog komen. Ja, nee, ik heb dat met leuke boeken echt wel gehad. Ik heb zoiets van, oké, ik ga nu even ook niet lezen. Want ik zit toch alleen maar bij mijn hoofd, met mijn hoofd bij het andere. Nou, ik kan je eens voorstellen, als je het zelf schrijft, dan is het nog 10 keer erger. Dus dan ben je klaar met je eigen boek. En dan heb je zoiets van, oké, wat nu? En dan moet je afscheid nemen van je personages. En natuurlijk leven ze nog wel in je hoofd. Op de een of andere manier. Maar ja, wat nu? Wat moet ik er nu verder nog mee? Hè? Maar kan ik niet meer over ze... Nou, en dan moet je wat anders gaan schrijven. En dan ben je ze alleen maar aan het vergelijken. Het is net alsof je uit een relatie komt, zeg maar. En heb je nu je nieuwe personages. Nou, die zijn natuurlijk niet zo leuk. Want je kent ze nog niet zo goed. Nou, et cetera, et cetera. Leuk joh, schrijven. Nou, ik moet zeggen, als ik dat hoor, dan niet echt. Nou, het idee dat het... Net zo'n kaart van het boek. Ja, ik heb echt, nadat ik de serie uit had, heb ik een jaar niet kunnen schrijven. Een jaar? Ja, echt. Er kwamen misschien een paar korte verhaaltjes of zo uit, maar verder lukte het echt niet. Dat is dan echt wel een hele heftige boekkater. Ja, dat was, was wel heftig. Dus daarom ook al die korte verhalen. Ja. Voelde je daar ook heel ongemakkelijk van? Of dat je daar eigenlijk niks echt meer uit de vingers kreeg wat je wilde? Of had je zoiets van, komt wel, ik maak maar geen zorgen erover. Het begint vanzelf alweer echt. Het was de eerste keer na een grote serie. Ik heb vroeger in het verleden, dit zijn niet mijn eerste boeken die ik geschreven heb. Ik heb, weet ik veel, zo'n 10 boeken of zo op de plank liggen. Maar dit waren de eerste waar ik echt wel om gaf, zeg maar. Wat dat betreft was het voor mij de eerste keer dat ik dat meemaakte. Ik had zo, nou ja, ik kan het niet meer. En ik vind het nu nog steeds spannend. Ik ben nu bezig met een tweeluik. Hele andere setting, hele andere wereld. Ook wel weer wat modernachtige fantasy. Het speelt zich af in een heel erg grote, een grote wolkenkrabber eigenlijk. Waar monsters aanvallen. Dus een beetje wat meer richting de horror. Ik ben doodsbang dat mensen het gaan vergelijken met de Lentegon-serie en het minder goed vinden. Want je wil natuurlijk wel iedere keer verbeteren. Je hebt iedere keer van, oké, hoe kan ik dit toppen? Hoe kan ik mijn volgende verhaal beter maken? En het is heel anders, dus gaan mensen het wel leuk vinden? En ja, dat hou je, helaas. Wordt niet makkelijker. Maar goed, gelukkig houden we van schrijven. Dus, Dat is gelukkig, inderdaad. Waar schrijf je eigenlijk? Aan je bureau of in je... woonkamer of echt spuiten of... Hier zo. Nee, wel aan mijn bureau meestal. Ook wel op de bank met mijn laptop. Hoewel ik daar meestal zit te redigeren. Als ik echt aan het schrijven ben. Maar in principe kan het overal. Zet me ergens neer met mijn lapje. En ik zet mijn koptelefoon op. En ik sluit me af van de wereld. En het is een kwestie van gaan. Dus het is... Okay. In principe kan ik het overal. Maar ik merk dat ik het meestal achter mijn bureau doe. Maar we hebben bijvoorbeeld ik zit in een schrijfgroepje met een paar vrienden van me. En dan gaan we soms een writing retreat doen, zeg maar. Hè. Dan sluiten we ons op in iemand zijn huis. Of we gaan in een of ander landalhuisje zitten of zo. En dan gaan we allemaal schrijven. Maar goed, dan ga je waar dan ook zitten. Ergens in een hoekje op de bank. En dan go.
ja, koptelefoon op en gelukkig kan ik me goed afsluiten van de wereld om gewoon dit te doen. Gaaf zo'n dat schrijfretreat, maar ik geloof, ik ben ontiegelijk aan het babbelen. Ik zou dat geloof ik niet kunnen. Ik ben geloof ik de hele tijd aan het kletsen. Hebben jullie ja, dat ook? We moeten ons wel dwingen, maar wat je meestal doet, is je doet het in sessies. Dus weet je, tussen 12 en 2 gaan we knallen. En dan daarna zijn we dan even zat en dan gaan we wat anders doen. Zulke soort dingen. Dus wat dat betreft, er wordt ontzettend veel gekletst. Maar we gaan wel, oké, we komen nu samen om, dus we gaan ook wel knallen. En wat wij dan doen is, we hebben dan een soort, om onszelf te motiveren, iedere keer als iemand 2000 woorden heeft gehaald, mogen we allemaal een shotje. Dus dat betekent, okay, als binnen 1 uur 4 mensen 2K hebben gehaald, dat je 4 shotjes in het uur hebt. Dat is gratis schrijven makkelijker, heel gek. Ja. Maar betekent als het heel succesvol is, op een gegeven moment dat jullie allemaal als een dronken toe achter de laptop zitten? Ja. Maar goed, als je al zo goed geschreven hebt, allemaal, dan mag je daarna wel even chillen, toch? Is het idee? Tuurlijk! Ja, kijk, het dat de vraag is, alleen kan je daarna nog schrijven? Nou, je weet wat ze zeggen, hè? Schrijf dronken en redigeer sober. Dus als je nuchter bent. Dus. Oké, die kende ik nog niet, maar die, ik vind hem wel goed kloppen. Oh, write drunk, edit sober. Dat is een beetje, dat zijn de woorden. Nee hoor, maar om te zeggen dat we allemaal teut schrijven, dat valt wel mee. Want op het moment dat je 4 shotjes gehad hebt, dan heb je ook wel genoeg geschreven om daarna te zeggen, oké, break, het is goed voor vandaag. Ik denk dat op zo'n schrijversretreat dat je dan op zijn hoogst 5000 woorden schrijft of zo. Op een dag. En dan heb je echt een hele goede dag gehad. En dan heb je gewoon lekker meters gemaakt, zeg maar. Oké, nice. En omdat de anderen dan ook aan het crossen zijn natuurlijk, dan ga je elkaar een beetje gek maken. Oh, zit jij al op zoveel? Nou, dan ga ik nog even dat. Beetje competitie, hè? Ik moet zeggen, dat klinkt eigenlijk heel erg goed zo'n weekend, dus of zo'n retreat. Dus ja, misschien moeten we wel meer schrijvers dat doen als ze ergens de tijd vinden en als corona een beetje weg is. Ik kan het erg aanraden voor wat het waard is. Zeer goed. Jozef heeft nog een vraag. Bij Zegelspoor zijn er regelmatig samenwerkingen. Ga jij ook een keer met een van je collega's iets schrijven? Ik heb al met mijn collega's geschreven. In mijn verhalenbundel staan bijvoorbeeld verhalen die ik samen met mensen uit mijn schrijfgroep heb geschreven. En een van de mensen in mijn schrijfgroep is ook uitgegeven bij Zilverspoor. Zilverbron, sorry. Dat is Corina Onderstein. Het verhaal Onze plaats in het universum is, heb ik samen met haar geschreven. En nog een paar andere verhalen met Brenda Hingstman. En daarmee ga ik binnenkort een boek uitbrengen. Dat is dan niet bij Zilverspoor, maar bij uitgeverij Quasis. Zijn wij gevraagd om het nieuwste boek in de Zwijgende Aarde-serie te schrijven. Is pure science fiction trouwens. Ja. Oké. Tof. Ja, wat wel gaaf. Ja. De uitgever kwam echt naar ons toe van, wil jij het volgende boek in de serie schrijven? Nou, oké, let's go. Oh, dat is wel een eer dan. Ik had ook wel zoiets van, oh jongens, het gebeurt. Ja, ik was wel heel erg blij. Het is een serie waarin eigenlijk gewoon een grote tijdlijn, een universum, denk het Marvel Universe, waar ook verschillende filmmakers in zitten. Hè? Je hebt allemaal plekken op de tijdlijn en jij doet dit onderdeeltje hier. Jij pakt deze planeet, jij pakt dit onderdeeltje. En van daaruit kan je dan verder gaan. Yes. Oh, maakt niet uit, Jozef. Hoeft ook niet. Maar ik heb het dus al eens gedaan. En ik vind het heel erg leuk, samenschrijven. Want je maakt toch, je ziet toch dingen die je anders doet. Je maakt dingen los in elkaar. En het met elkaar sparren om op ideeën te komen en dergelijke vind ik echt heel erg gaaf. Ja. Met anderen erbij kom je toch een beetje met andere dingen aanzetten als dat je het in je eentje doet. Ja, daar hebben we natuurlijk gelijk in. Even een blackout. Maakt niet uit. Oh ja, ik weet de vraag alweer. Je schrijft bij Zilverbron of Zilverspoor. En ik heb ook gelezen, je bent daar redacteur.
Hoe ben je daar dan in gerold? Kokkie vroeg mij. Kokkie is de grote baas eigenlijk bij de uitgeverij. En ik had, volgens mij zat ik in de redactie van mijn derde boek. En toen vroeg Kokkie mij of ik wilde, of ik andere mensen wilde redigeren. En ik had dus nou, weet je dat zeker? Want mijn Engels, mijn Nederlands is hartstikke vervuild door het Engels. En, maar ik heb wel natuurlijk ideeën over hoe je verhalen moeten horen. Hoe ze moeten lopen en wat een goed verhaal is. En waar je aan je motivatie van je personages moet sleutelen. Waar je aan je plot moet sleutelen. Hè, daar ben ik dan wel goed in. Oké, dat is mijn sterkere kant. De precieze syntax van je zin. En weet je, ik zeg ook dingen van, maakt dit sens? Dat is geen Nederlands. Dus ik had zoiets van, zou je mij echt wel vragen? Maar ze had me gevraagd en ik hartstikke leuk ook. Dus inmiddels heb ik voor mij meer boeken geredigeerd dan ik geschreven heb. Dus het is een leuk zakcentje. En natuurlijk zeker ook heel erg leuk om de jonge auteurs echt te helpen met Zilverbronnen is echt gericht op jonge auteurs, nieuwe auteurs. En om hen te helpen hun droom uit te brengen is natuurlijk fantastisch. En je komt het is ook leuk, ze vragen je dan ook terug voor boek 2 en zo, weet je wel. En dan heb je op een gegeven moment, dan ga je echt samen heel in het verhaal verder. En dan komen zij toe van, boek 2 is echt nu al veel beter hoor. Je ziet het straks al. Dan komt het boek 2 en is het inderdaad beter dan boek 1. En dan, yes. Je ziet, je kan, ja, dat is echt heel erg gaaf. Kan je echt lekker samen sleutelen aan het verhaal. En dan zie je ook dat ze je tips en je opmerkingen te hard hebben genomen. Ja, dat doen we het voor. Ja, dan zijn ze dus ook tevreden met jou. Want als je zegt, nou ja, die redacteur, die past niet bij mij en mijn verhaal. En je loopt dat echt tegenaan te botsen met iemand samen te werken. En als ze voor de tweede ronde vragen, ja, dan kan je zeker zeggen van, oké, dat past. En ze zijn tevreden. Dat is wel precies. En heel eerlijk hoor, dat is ook niet altijd. Maar over het algemeen gelukkig wel. Soms klik je niet helemaal met de manier waarop iemand denkt. Zeker, ik moet zeggen, ik proeflees best wel vaak. En sommigen zeggen, ik zit ook tegen redacteur aan. Maar ik zit van, ik noem mezelf absoluut geen redacteur, want ik heb te veel taalfouten. En ik heb al een paar keer gehad dat ik zit zo van, ja, ik ben heel direct, ik ben heel streng. En soms, heel veel mensen kunnen het hebben. Maar ik heb ook reacties terug gehad dat ik denk van, ja, je zegt dit, maar je bent het er absoluut niet mee eens. En je bokst echt heel erg tegenaan. Dat ik zit van, je bent in ieder geval nog niet klaar voor mijn commentaar. En misschien is er iemand anders die dat wel beter werkt. Dat is me al 1 of 2 keer opgevallen. En dan ik zoiets van, ja, oké. Okay. Goed om te weten. We matchen niet. Ja, nou ja, en soms gaat het ook lekkerder dan andere keren. Hè? Met mensen inderdaad. Soms inderdaad matcht het niet. Maar soms wordt ook wordt er bijvoorbeeld een manuscript aangeleverd. En dan zeg je, ja, sorry, dit hele einde moet opnieuw. En dan is natuurlijk, hè, dat moment dat je dat mailtje moet gaan sturen. Of dat moet gaan vertellen. Dat is echt... echt heel, heel rot. Dus dan verpakt in alle liefde. Van nou, schat, ik hou van je, maar. de maar. ja, weet je. En ook aangeven van het ligt niet aan de rest van je verhaal. Maar als je dit einde moet anders, want reden A, B, C, D, E. En dat kan je oplossen door X, Y, Z. Je zou het ook 1, 2, 3 kunnen doen. Wat vind jij? En dat je dan zeg maar de conversatie ingaat. Dus, maar het zijn wel rottige gesprekken om te moeten voeren. En vooral als je elkaar niet ziet. Hè, het zijn gewoon mailtjes die je uitstuurt of chatjes of zo. Dan kan het ook nog wel eens verkeerd opgevat worden. Dus in het allerergste geval moet je ook gewoon de telefoon pakken. Of een sessie als deze inschieten. Of afspreken desnoods om het met elkaar door te nemen. Ik wil wel dat je een beetje vrienden blijft zeg maar aan het einde. Dat zal wel ideaal zijn, denk ik. Heb je er wat ook wel eens aan gehad, wat je hebt gerealiseerd, dat je zegt van, hey, dat is eigenlijk een puntje wat volgens mij ik ook doe in mijn verhaal, dat je dat kan verbeteren, of heb je dat nog niet gehad? Ik ben heel scherp op de anglicismes in iedereen hun boeken, omdat ik het zelf ook altijd fout. Wat? De anglicismes, dus de Engelse zinnen. Dat ze dingen schrijven, denk je, nou, dat is gewoon Engels vertaald naar Nederlands, lieverd. Dat is geen Nederlandse uitdrukking.
En dat doe ik zelf ook heel erg veel fout, want mijn Nederlands is ontzettend vervuild door het Engels, omdat ik jarenlang in Engelse organisaties gewerkt heb en ook internationale vrienden heb en zo. Ik doe het zelf ook en daarom ben ik er in mijn eigen manuscripten super scherp op. En dan doe ik het alsnog fout, natuurlijk. Ja, ik doe soms nog dingetjes fout als verwijswoordjes. Dus er is er eentje die zegt het ding dat of het ding... En het is het enige ding wat. Hè, wanneer je wat of dat zegt na een komma. Ik heb het geeltje, het post-it met de regel, heb ik denk ik iets van 2 jaar aan mijn scherm gehad. Gewoon omdat ik altijd fout doe. Dus daar leer je wel op letten met elkaar. Maar weet je, als zulke kleine dingetjes zijn, er komt bij Zilverspoor, Zilverbron, heb je altijd nog een... je hebt een redacteur, maar je hebt ook nog een woordredacteur. En dat is echt iemand die dan echt gaat komma neuken, zeg maar. Oké. Maar heel belangrijk. Mijn motto is ook altijd zoveel mogelijk mensen waar je wat aan hebt over je verhaal heen laten gaan. Want de een let op dat en de ander let op dat. En zo krijg je de minste aantal fouten in je manuscript of uiteindelijk het boek. Ja, je moet wel natuurlijk een beetje iets van een goede proeflezers zijn echt ontzettend belangrijk. Want die kunnen inderdaad overal op letten. Extra ogen ook altijd. Maar soms gaan ze elkaar tegenspreken. Want dat heb je ook wel eens. Dat had ik in mijn laatste boek. Een personage, de helft had van proeflezers hadden een hekel aan hem. En anderen toen hadden ze van, oh, wat een schatje. Ik zei, jongens, hier heb ik echt niks aan. Maar konden ze ook uitleggen waarom? Ja, en er is wat voor allebei wat te zeggen. Er was voor allebei wat te zeggen. Dus, in dat geval is het iets van, wat vind je van het personage? Duidelijk roept die mening op. Oké, prima, let's go. Weet je, niet iedereen hoeft je personage aardig te vinden natuurlijk. En dingen als, wat was wel leuk in het laatste boek van de trilogie, in Talent en Kristal. Aan het begin vrij veel opmerkingen en aan het einde wordt het heel spannend natuurlijk. Hield iedereen opeens op met commentaren geven. Ik zei, jongens, zien jullie geen punten meer? Hun zo, rot op, het is spannend. Ik zei, oké. Thanks, guys. Maar goed, dat betekent in ieder geval dat niemand het ook meer, dat niemand ook de fouten meer ziet, omdat het te spannend is. Nou ja, oké, prima. Maar dat is wel echt waardevol. Als ik een proef lees, dan doe ik altijd een wolkje zo van, dit was geweldig. En ik heb echt een keer een auteur laten schrikken met hoeveel wolkjes. Totdat ze het alles al doorgekeken zijn van, maar de helft is eigenlijk goed. Want je zegt wat je ervan vindt en dat het spannend was. Ja, maar dat moet toch ook. Dat moet ook. Maar ik doe dat heel graag. Want dan weten ze precies zo van, ja, maar dit grapje, oh, daar heb je gelachen. Maar dat andere grapje lachte je dus niet. Dus dat is dus heel anders overgekomen dan wat ik had bedoeld. En ik doe dat. Ik weet niet of iedereen dat doet. Maar dat vond ik vol geniaal. En ik heb ook van mening, ik kan personages echt haten. Heb ik ontdekt. Maar dat betekent wel dat over het algemeen het personeel goed in elkaar zit. Dus als jij dan vertelt, ja, de ene helft vindt hem schattig en de andere helft niet. Ja, dan, voor mijn gevoel heb je dat toch iets goed gedaan. Dat de mensen zo een mening hebben over dat personage. En ik vind ook dat personages best problematisch mogen zijn. Daar ben ik, hè, daar ben ik voor. Want dat creëert extra drama. Dus, maar het moet wel natuurlijk allemaal wel logisch zijn. Dat je zegt, nee, eikel, wat doe je? Maar dat je wel snapt waarom je het doet, weet je? Het is een verkeerde beslissing, maar je snapt waarom je hem neemt, weet je? Zo. Dat moet wel zo zijn. En dat is wel iets waar ik wel heel erg veel tijd in steek. Weet je, ik heb wel eens tv-series gekeken. En dan het ene seizoen was hij evil en het volgende seizoen was hij goed. En het derde seizoen was hij weer evil. Maar de reden waarop was eigenlijk, omdat de schrijvers het nodig hadden, weet je wel? Nou, joh, je kan me niet bozer krijgen. Dat echt, oh. Dus het moet allemaal wel kloppen. Waarom mensen doen wat ze doen. Dat vind ik. Ja, zeker. Helemaal mee eens. Oké, Jozef is aan het schrijven. En dan ga ik even naar spieken. Want hij schreef eerst why. En dan heb ik gevraagd wat precies. Dan zegt hij, wat slaat op enige niet op het ding toch? Ja, nee. Nu komt het berichtje. Het why was een grapje. Omdat ze zei dat ze let op het gebruik van Engels. Ben wel vaker flauw bezig. Ah, oké. Nu snap ik hem. Ja. Nee, die andere was het slaat op enige en niet op het ding. Klopt, je hebt gelijk.
De regel verandert en het wordt wat of dat, of er een bijvoeglijk naamwoord voor staat. Dus het enige, het leukste, het liefste, dan wordt het wat. Dus het liefste ding wat ik heb, bijvoorbeeld. Het liefste ding wat je zei, maar het is het ding dat je zei. Oké, Nederlands. Bedankt, je bent lekker logisch. Ik moet net zeggen, als je dat 10 keer achter elkaar zet, dan weet ik het ook niet meer. Nee, ja, daarom hing er dus ook een geeltje aan mijn scherm. En het is een grote kans dat ik misschien nog steeds fout zeg, hoor. Als het zo is, voel je vrij om, om het me te zeggen. Precies. Super. Dan gaan we naar de volgende vraag. Wat is je grootste wens op het gebied van schrijven? Wat wil je nog bereiken? Nog zo'n een leuke serie schrijven? Of een luisterboek, of een samenwerking, of droom je nog van een film of iets? Nou, een gave Netflix-serie natuurlijk, hè. Dat zou cool zijn, maar even heel realistisch, dat zit er gewoon waarschijnlijk niet in, want je schrijft in het Nederlands voor een niche-publiek. Een van de gaafste dingen die ik heb meegemaakt was toen ik op Comic-Con stond. En toen kwam een lezer en die was een van mijn personages aan het cosplayen. Dus ja, oh, zeg, wauw. Nou, dat vond ik ook wel. Hè? Ik ga niet liegen, ik stond te janken. Ik vond het zo cool. Maar dat ben je was wel. Foto gegaan? Ja, uiteraard, uiteraard. Uiteraard. Super. Ja nee, was echt helemaal super. Nou ja, hè? En er zat er ook helemaal werk van gemaakt. Dus het was echt helemaal gaaf. Dus dat was. Zulke soort dingen is gewoon heel erg gaaf. En lezers die naar je toe komen. En zeggen dat ze je boek gaaf vonden. Of dat ze er dingen uitgehaald hebben. Of dat ze echt naar je toe komen. Ja, als je personage nou dit en dit hadden gedaan. Dan was het ook vet cool geweest. Ik zo, wauw, dat is niet het verhaal wat ik wilde vertellen. Maar blij dat je er zoveel uithaalt. Hè? Dus het hele, dat je mensen kunt prikkelen. Of enthousiast kunt maken. Of een dag goed kan maken. Dat is waar je het voor doet uiteindelijk. Hè? Ja. Maar zelfs al was ik niet uitgegeven. Dan zou ik toch schrijven. Dus het is mooi dat andere mensen het leuk vinden. Ja, het klinkt in ieder geval dat jouw lezers ontzettend toffe mensen zijn. Als ze zulke dingen doen en zo enthousiast met zijn. Met smaak, hè? Dus, Ja, maar dat krijg je niet zomaar. Dan moet je toch wel eerst als schrijver ook wel wat voor doen, geloof ik. Oh, Jozef zegt wat. Ja, toch wel wat grappigs. Dat wordt voor mij lastig. Er komen geen grote dikke ogen voor in je verhaal. Nee, dat klopt. Nog niet in elk geval. Nou, wat nog niet eens kan nog komen, inderdaad. Wellicht in een van de korte verhalen. Ik heb dit jaar meegedaan aan een verhalenwedstrijd. En er zaten 2 meter hoge motten in die mensen aanvielen. Dus, hey. 2 meter hoge motten. Wauw. Ja, dat is goed. Ja, dat is echt dodelijk. Dus, hey, ik weet niet of ik dat verhaal oversla. Het idee dat motten zo groot kunnen zijn. Het kwam een beetje uit. Ik las op een gegeven moment ooit een artikel die zeiden dat vertelde dat lang geleden, prehistorie, daarvoor nog, weet ik veel, 1 miljoen jaar geleden of zo. Toen was de zuurstof op aarde veel groter. Dat betekent dat alle beesten ook veel groter werden. Dus dat wow. Je inderdaad hele grote. Nou ja, bijvoorbeeld motten had en spinnen die 2 meter groot waren en zo. En ik had iets van. Dat is best kut. door het hoge. Toen gingen we een science fiction verhaal schrijven. En het thema moest nachtdier zijn. Het woord nachtdier, dat was het thema. En toen hadden we zoiets van: nou, hè, cool. Inderdaad, Mothman. Dat was onze eerste reactie. Ja, Mothman! En die hebben we eigenlijk een beetje in het verhaal, gegoten. Dus wij hadden een planeet opgezocht waar paddenstoelen groeiden. En die gloeiden in het donker en dan kwamen die motten op af. En als je daar rondliep, had die mond als iets van fuck off. En die viel je dan aan, zeg maar. Dat is een beetje even heel erg kort door de bocht. Alleen ze zijn super dodelijk en super gevaarlijk. Dus, en de mensen in het verhaal, die hadden dat niet helemaal door. Dus dat was een beetje het concept. Oké, ja, dat is echt fantasy. Die vrijheid heb je niet in veel goed om zulke modmens op te laten draven. En dat is het leuke van fantasy. Of science fiction in dit geval. omdat je gewoon dingen kan verzinnen die anders. Nou ja, ze zijn blijkbaar wel gebeurd.
tienduizenden, honderdduizenden jaren terug. Dus ja, weet je, Ja, daar oké, kan je maar mee ik geloof vrienden. dat dit beter leest dan dat je zegt, ik schrijf over geschiedenis van zoveel tijd terug en er waren hele grote. Ik geloof niet dat dat zo veel beter werkt. Nee, nee. Maar dat is het leuke daarom. Weet je, zoals ik al zei, als ik realiteit wil, ga ik wel naar buiten. Kijk, het mooie is dat je nog steeds een goede, hè, met feel good of een goede liefdesrelatie tussen twee mensen, kun je nog steeds in een fantasy setting uit laten spelen. Hè, met gave personages die echt wel chemie met elkaar hebben of die juist hartstikke slecht zijn voor elkaar. En dat is alleen maar drama. Dat kan nog steeds afspelen, maar dan in een andere setting. Dus dan heb je eigenlijk het leuke van realistische, Alle. normale mensen, maar dan in een andere wereld. Eigenlijk bijna de perfecte genre, eigenlijk. Ja, toch? Je maakt het van je wel. Dat is het leuke. Precies. En ik vond Precies. even. Ja, zeg maar. Ja, ga verder. Ik vond met de Lentegonwereld vond ik het heel erg belangrijk om. Die heb ik zeg maar geschreven in de periode dat Twilight heel erg groot was. En ik had meningen over die relatie. En ik had dus van, het wordt gepresenteerd alsof die heel goed is. Ik vind ze absoluut niet goed voor elkaar. Ik vind het hartstikke creepy. Een vampier van 116 jaar die verliefd wordt op een meisje van 16, really. Dus ik had zoiets van, ik vind het. Kijk, een relatie die niet goed werkt, die helemaal drama heeft, is superleuk. Is superleuk om over te lezen, over te schrijven. Dat hele will they, won't they, aantrekkingskracht, afstotingskracht. Dat is hartstikke gaaf, die chemie tussen mensen. Maar ik wil het dan niet presenteren alsof het iets is wat goed is. Dus dat inderdaad mensen tegen de hoofdpersoon zeggen van, joh, je bent echt niet goed bezig, dat weet je, hè? Je kan bij hem weg, hè? Dat weet je, hè? En dat ze dan toch voor elkaar kiezen, et cetera, omdat het weer beter wordt. Nou ja, daar kan je dan mee spelen. Dus ik wilde daar ook een beetje een soort tegengas op geven. Okay. Ja, het is een heftige stormromans, maar laat het maar werken. Maar ze moeten er wel hun best voor doen. Insta-love werkt niet op de lange termijn. Uiteindelijk. Ja, als je niet je best doet, zeg maar. Vooral als je, ja, zeg maar. Zin. Ja, zeg maar. Nou, ik had zoiets van, oké, Twilight is dus een verhaallijn, of in ieder geval de personages, dat je zegt, nou ja, dat beviel me niet zo goed. Heb je ook een auteur of een boek wat echt een groot voorbeeld is, dat je zegt van, ja, nee, daar kan ik helemaal achter staan. Dat vind ik een gewoon goed idee. Dat is goed uitgevoerd. Het hoeft niet eens speciaal fantasy te zijn. Nou ja, wat Young Adult betreft bijvoorbeeld, wie het heel erg goed gedaan heeft, is bijvoorbeeld Suzanne Collins voor de Hunger Games. Die heeft het dus wel heel erg goed aangepakt. En dat klopt dus wel allemaal. Ook hè, vanaf een psychologisch point of view. Maar als je zegt, wie heb ik als groot voorbeeld? Nou ja, ik ben destijds ontzettend geïnspireerd geraakt door George Martin. Die de Song of Ice and Fire serie heeft geschreven. Of uiteindelijk Game of Thrones. Heeft uiteindelijk natuurlijk de bal ontzettend laten vallen. Maar rond 2000, toen de wereld nog jong was en ik een jaar of 20. Was dat voor mij super inspirerend. In de fantasy, Brandon Sanderson is heel erg goed. Die heeft echt een werkethiek. En super betrouwbaar. En zijn boeken komen op tijd uit. En ze zijn spannend en ze zijn interessant en ze zijn anders. Go, als ik later groot ben. Dat net zo goed zijn als hij. Super. Dus dat, ja. Oké, okay, tof. Ik heb nog eigenlijk een vraag. En wat vind je het moeilijkste aan het proces van verhaal tot aan boek? Ik zag net dat je koffers, dat komt eigenlijk wat overeen met wat je net vertelde, van die bubbel. En dat lijkt in de koffers terug te zijn gekomen. Had je daar ook nog invloed op of niet? Of? Op de koffer van mijn boek. Je krijgt wel altijd. Toen mijn eerste boek uitkwam, toen was de uitgeverij nog heel erg jong. De vorige eigenaar van Silverspoor, Silverbron, die had een designachtergrond. Dus die vond het leuk om de kaften zelf te maken. Dus hij kwam echt naar me terug met stof en schitteringen van, vind je dit leuk? Want dan heb ik boek 2 ook al. Kijk, dat is die. En ik dacht van, sure, let's go. Maar de laatste twee boeken, deze twee, die heeft mijn man ontworpen. Ik bedoel, de artwork bestaat al hoor. Maar de gewoon hoe ik het wilde hebben, het lettertype en weet ik veel allemaal in de setting, heeft mijn man voor me gedaan.
Dus je hebt echt wel inspraak op hoe de cover van je boek eruit komt te zien. Kijk, die bol die is heel erg belangrijk in het verhaal. Dus die moest sowieso wel op de cover staan. Maar mensen erbij, dat is dan wat moeilijker. Want als je bijvoorbeeld ook stokfoto's gaat zoeken van mensen met een kristallenbol, die kijken allemaal naar die bal. Dat is allemaal super leem. Dus ik had zoiets van, doe maar alleen die bal. Wat het zegt. Ja. Ja, ja, je komt het wel eens goed samen, ja. Ja, nee, ja. Niemand kan normaal naar een kristallen bol kijken. Als je erop gaat letten, het wordt echt steeds erger. Maar bijvoorbeeld wel eens een leuk detail, hè. Deze twee bijvoorbeeld. Dit is dezelfde bol. Mm-hmm. Alleen in boek 3 ligt die op de bodem. Nee, ik ga niet te veel van zeggen. Maar die krak die erin zit en zo, dat is expres. En ik vond die van boek 3 was ik eigenlijk gewoon op zoek naar die bol van boek 2. Ik denk, misschien kun je hem nog een keer gebruiken op een andere manier. Maar toen zag ik hem echt met die breuk erin. Ik denk, dit is het precies. Nou ja, en toen zijn we echt naar kleuren gaan kijken en dergelijke, hoe het paste. En daar ben ik uiteindelijk heel erg blij mee. En inderdaad, heel fijn dat ik bij mijn man inspraak heb. Oh, dat is goed om te weten. Nou ja, dat heeft sowieso een betere smaak dan ik, hoor. Bij mij zitten regenboogglitters op de voorkant. En ik denk, dat boek koop ik. Dus hij is wel degene die dan zegt van, nou ja, je kan beter dit lettertype gebruiken. Of doe het zo. Of hij heeft ook een paar andere kaften ontworpen voor Zilverspoor. En dan zit hij echt te fielen met dat dan de weerspiegeling precies goed moet zijn, et cetera. We hadden dan een stokfoto genomen van een astronaut die op een planeet staat. Maar in de weerspiegeling van zijn helm zag je het verkeerde ding. Want we hadden zeg maar de astronaut gewoon op een achtergrond gezet. Maar die weerspiegeling was helemaal verkeerd en ik zie dat helemaal niet. Mijn man ziet van, ja, dat kan niet. Dat je heeft helemaal lopen klooien en aanpassen en zo. Alsof het zo hoort, weet je wel. En dus hij is er veel beter in dan ik. Het klinkt hier nog wel goed dat hij zoveel oog voor detail hebt, want soms weet je niet wat er mis is met een koffer. En dat kan inderdaad dan zo'n detail zijn. Die zegt van, iets klopt niet. Maar wat was het? En dan... Nou, precies. Hij ziet dat. Dus hij mag mijn volgende koffer ook gewoon doen. Wat dat betreft. En van de uitgeverij hebben ze wel een goede getalenteerde kofferpersoon rondlopen nu, hoor. Dus, maar ik vind het leuker om mijn mannen te laten doen. Ja, en als het werkt, dan is het toch ook fantastisch. Maar vind je dat het leukste of ook het moeilijkste aan het proces van verhaal naar boek? Want het is dan dat je... Ja en nee. Ik heb nu bijvoorbeeld... Met deze boeken was het super makkelijk. Verloren Zielen had oorspronkelijk een andere kaft. Maar die werd afgeschoten door de uitgeverij. Die zei, nee, dat verkoopt niet. Ik zei, wat? Dit is vet mooie artwork. Ik vibe er helemaal mee. Wat is dit? En zij zei, nee, sorry, die kleuren, et cetera. En ze zei, ja, wil je dan de letters anders, andere kleur? Nou, dat zag er echt niet uit. Dus uiteindelijk hebben we die koffer. Oké, dan is dit mijn tweede keus. Maar uiteindelijk is dit de koffer waar heel veel mensen op aflopen. Dus ze hebben toch wel gelijk. Maar ja, dat is hun vak, hè? Ja, ik ben gewoon iemand die denkt dat ze smaak heeft. Dus... Het is ook een smaak, maar als uitgever moet je met heel veel smaken rekening houden. En wat uiteindelijk, hoe kut het klinkt, wat het beste verkoopt. Want ja, ze doen het natuurlijk niet alleen voor hun hobby om boeken uit te geven. Ze moeten er ook een boterham mee verdienen. En je wil echt wel mensen naar binnen trekken, zeg maar. Want je merkt dat de bol, als mensen inderdaad, net zoals ik, kristallenbollen cool vinden, lopen ze wel op af. Maar er gebeurt verder niet heel erg veel op de voorkant. Behalve dat ze met z'n drietjes wel heel erg mooi passen. Maar er is niet iets wat je naar binnen trekt, bijvoorbeeld. Daar hebben we ook van geleerd. Dus bij mijn volgende serie wil ik... Kijk, het ding is, het moet ook een belofte uitstralen van je verhaal. Van de vibe, van de setting, van... He, dat als iemand het oppakt, dat ze wel een gevoel hebben van oké, ik weet een beetje wat er aan zit te komen. Ik loop hierop af en ik heb een verwachting en die moet wel waargemaakt worden. Dus dat is wel weer spannend. Hè? Dat wil je dan goed maken. Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar ik heb de covers natuurlijk alleen op foto gezien. Mm. En het spreekt me wel heel erg aan. Het is simpel, het is heel erg design. En als het zoiets aanspreekt, dat ik denk van, interessant, dan lees ik de flaptekst wel. Soms is de voorkant, als die simpel is en nog niet gelijk te veel verhaalt, is dat ook het beste. Bijvoorbeeld met Divergent, die cover. Eigenlijk wat het mooiste vind, is precies wat in het midden gebeurt. De rest eromheen, ja, het had eigenlijk wit kunnen zijn. Want vooral dat in het midden vind ik zo mooi. En eigenlijk staat het
voorkant ook niet zo heel veel. Dus het, ja, voor mij persoonlijk is het denk ik echt wel een wisselwerking samen. Soms moet je er meer op zetten. En soms was less is more. Ik haat soms de uitspraak, maar hij klopt echt wel. Nou ja, het klopt echt wel hoor. Het hoeft ook niet overgecompliceerd te zijn. En soms dan denk je, ja, maar er zit dit in mijn boek, dus dat moet erin. En dat zit erin, dus dat moet er ook. Nou ja, hè. En uiteindelijk kijk je naar het hele overzicht en denk je, het is een beetje samengeraapt zooitje, weet je. Ja. Dus het moet wel een beetje terugkomen. Ik was heel erg verdrietig, want ik had super gave artwork gevonden voor een volgende verhalenbundel die eraan zit te komen. Want ik heb alweer een hele stapel verhalen liggen. En die had ik gevonden op Shutterstock. En ik zei, oh, helemaal super. En die was op een gegeven moment weg. Nou, jammer. En het was echt alsof het getekend was voor een van de verhalen in mijn boek. Hè. Het was echt perfect. Kleuren, vibes. En wat er gebeurde, het was echt perfect. Oh mijn god. En was hij weg van Shutterstock. Dus we konden de artwork niet meer kopen. Dus ik denk, nou oké, okay, misschien met een reverse image search op Google aan het kijken geweest en dergelijke. Kwam ik uiteindelijk uit op iemand hun website waar dat plaatje gespiegeld stond. Dat plaatje was dus gejat en op Shutterstock gezet. Dus ik heb die persoon een berichtje gestuurd van, joh, weet je dat dit gebeurd is en dat ze je art aan het jatten zijn. Ja, dat wist ze, daarom was hij offline gehaald. Zo, mag ik deze dan gebruiken? Maar ja, nee, die had ze dat is speciaal voor iemand anders gemaakt. Dus kon niet. Oh, wat jammer. Oké, doe je dan commissions? Ja, nee. Dus we zijn hard aan het zoeken naar iets nieuws. Ja. Maar dat is wel balen. Gelukkig dus, dat je dat dan van tevoren nog hebt ontdekt. Want stel je voor, het is al gedrukt en je ontdekt het dan. Ja, dan heb je misschien ook nog een probleem aan je boek hangen. Ja, maar dat zou ik haar ook niet aan willen doen. Het is niet alsof zij, weet je, ik heb bij haar het idee dat het ook gewoon iets is wat zij erbij doet, weet je wel. Om vrienden te helpen of dingen te doen. En ze is gewoon een ontzettend goede artiest. Ja, weet je, van zo iemand waarvan je je wallpapers op je computer zet, zeg maar. Nee, misschien kan ze nog een keer wat voor je ontwerpen. Ja, dat hoop ik. Of ik kijk een andere artiest aan en zo. Zoiets. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat het de beste manier is om te zeggen tegen een artiest, ja, ik wil zoiets hebben. Dat ze zeggen, yo, doe ik. Ja, nou ja. Ik ben op zoek naar deze vibe ongeveer. En deze dingen dat erop. Dat precies het juiste woord, vibe. Nou ja, het is, weet je, ik heb een heel erg goed, een boek heeft mij altijd een kleur of zo in mijn hoofd. Ik weet niet waarom, maar een boek heeft een kleur. Dus ik weet altijd wel wat voor een kleur de cover moet hebben. Oh, wat grappig. Ja, ik weet ook niet waarom, maar dus een beetje dat felle roze en dat blauwe, dat zijn de kleuren die dat boek heeft in mijn hoofd. Dus dat moet ook. Ja, dat is. Maar goed, we gaan het zien. Ja, maar eigenlijk vind ik dat wel een heel leuk detail. Zo van, als ik dan de koffer zie, dan kan ik eigenlijk bijna van uitgaan van, oké, dit zijn de kleuren die je aan je hoofd had bij het verhaal. Dus het is eigenlijk een extra laagje voor mij. Ja, eigenlijk wel. Het was ook heel erg leuk toen Jos met de koffer van Stof en Schittering in me aankwam. Zette ik, ja, klopt, dit boek is blauw. Hè, die is blauw-grijs, klopt. Ja, het tweede boek is rood, klopt. Ja, dat is heel gek. En dat is ook dan bij eigenlijk al je boeken, nu is het tot zover, de cover klopt echt overeen met de kleuren die jij had. Ja. Nice. Verloren Zielen was een beetje anders, maar die is uiteindelijk, dat zijn natuurlijk allemaal losse verhalen. Dus het hangt er vanaf welk verhaal je naar voren wil halen, waarop je wil focussen. En uiteindelijk is dit, deze goede voorkant, super gave koffer natuurlijk. Dat is een ander verhaal dan het verhaal dat ik in mijn hoofd had voor de andere artwork. Maar we focussen nu gewoon op een ander verhaal. Dus dit verhaal hierin, het verhaal heet Getij, die is wel groen. Dus die kleur, dat klopt wel. Hij past ook echt perfect. Ik heb ook echt een meisje op een klifftop met destructieve magie en zo. Dus ik dacht van, wauw, oké, dan deze. Dus ja. Oké, super. Heb je nog een nieuwtje voor ons te vertellen? Dat je zegt, nou, dat mag ik eigenlijk wel nu verklappen. Of komt dit jaar of iets? Nou, maar misschien wel leuk om te weten wat betreft dit jaar komt. Het tweeluik waarmee ik nu bezig ben, het eerste boek daarvan komt dit jaar uit. En die heet De Prijs van Water en speelt zich af in een hypermoderne woestijnstad. Waar mensen vastzitten in een kantoorgebouw en dan vallen er monsters aan. Dus het is een soort actie. Met een randje, een beetje horror, zeg maar.
Nou ja, zoals ik vertelde, mogen Brenda Hingsman en ik het volgende boek schrijven van de Zwijgende Aarde-serie. Die komt einde van het jaar uit. En het doel is om nog een verhalenbundel in begin 2023 te doen. Dus een hoop de aankomende maanden. Hoe ga ik er tijd voor vinden, dat weet ik nog niet. Maar het gaat helemaal goed komen. Ik heb er heel erg veel zin in. Het jaar is net begonnen, dus je hebt nog een beetje tijd over. Ja, en het eerste boek van de van Tweeluik ligt al klaar. In principe, ik moet er nog één keertje goed doorheen en dan is het tijd voor de redactie. Het Zwijgende Aarde verhaal is wat korter. Dus dat zijn boeken van 40.000 à 50.000 woorden. Dus dat is, denk zo dik, zeg maar. Nou, okay. Ik weet niet, dus het is niet zo heel erg dik en ik doe hem samen. Dus je hoeft de helft van de woorden maar te schrijven uiteindelijk. En de verhalen ja, je moet wel weer overleggen. Ook al. Ja, dat klopt. Maar gelukkig schrijven Brenda en ik al heel erg langzamer. Echt al, ik denk dat we, weet ik veel, sinds 15 jaar of zo wel echt wel samen verhalen hebben afgetikt en dergelijke. We hebben dus ook al korte verhalen samen geschreven. Dus dat gaat wel goed. Dat gaat wel goed. Oké, dat klinkt in ieder geval als een recept voor succes. Dat is het idee. En de korte verhalenbundel ligt ook al voor een heel groot deel. Ik denk dat er dit jaar nog twee korte verhalen zo bij kunnen komen en dan is die klaar. Dan kan die ook naar de redactie. Dus in principe. Het klinkt eigenlijk of je alles onder controle hebt. Zou je zeggen. maar ik ben ook bezig met redactie en ik werk 4 dagen in de week, et cetera. Dus we gaan ervan uit. Maar dat is in elk geval het plan en ik heb er heel erg zin in. Super. Nog een laatste vraag. Waar zijn jouw boeken te verkrijgen? Ook via e-books en Kobo Plus? Of enkel als paperbacks en dat soort dingen? Nee, ze zijn ook als e-book te verkrijgen. Ik denk dat je het beste via... als je via bol.com en zo bestelt, et cetera, zijn ze gewoon allemaal verkrijgbaar. Maar ga alsjeblieft naar www.zilverspoor.com. Want wauw, bol.com pakt een hoop van de marge. Maar ze zijn zowel als e-book verkrijgbaar als paperback. Dus kijk maar. Super. Ik heb geen vragen meer. Ik weet niet of jij nog zegt van nou, dat moet ik ook nog een keer vertellen. Nee hoor, bedankt dat je me uitgenodigd hebt. Ik vond het heel gezellig. Ja, graag gedaan. En ik vond het super leuk om ook jou beter te leren kennen. Er zijn nog steeds zoveel schrijvers die ik niet ken. En dit is eigenlijk uitgelegen om... nieuwe namen en nieuwe gezichten en nieuwe verhalen te kennen. Dus ik vond het ook super leuk. Ik ga natuurlijk zo meteen het filmpje online gooien. En ik gooi natuurlijk al jouw websites en alles graag eronder. Zodat je er ook makkelijk Kelly kan vinden. In ieder geval, ik wil iedereen bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Hoi hoi.